Vertellen hoe die mooie is. Fijne reis. Papa, love jullie. Hula. Let's ja. Met armbandje uit. Au. Mooi. Heel mooi. Oh, luxe goed zo. Toen moest je dit nog iets. Ja. Het is lekker en sterk. Wat romantisch ook. Luxie is... Wat gaat Luxie doen? Oh, lekker van jou even. Kijk dan naar wat je... Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's mini-vloggers. En het is vandaag zondagochtend. En Farah en ik werden het wakker met een prachtige rode volle maan. Ik denk, ik ga even naar buiten kijken of ik hem nog zie. Maar helaas is de maan alweer weggedraaid. Omdat de zon weer opkomt. Maar we zullen nu nog even foto's laten zien hoe prachtig wakker dat worden was. En kijk eens wie daar wakker wordt. En Liesje is met haar. En de anderen zijn dus al in het bed. Maar waar, oh waar zullen die zijn? Waar, oh waar? Och, dag is Pip. Hey Pip. Goedemorgen, slaapster. Lekker slapen. En volgens mij hoor ik hier geluid. Volgens mij hoor ik hier geluid. Ach, kijk dan, hier zitten mijn kids. Hey, goedemorgen, Liam. De Sarah en Luxie. Zijn jullie al uit bed? Ja. En woesel aan het voeten heen? Oh, wat goed zeg, de jurk en haar gedaan. En we kijken wat Luan heeft gefixt met Lucilla. Hij heeft gewoon zijn Nintendo Switch op de televisie gecreëerd. Hé, hey, knap Lu, hoe heb je dat gedaan? Gewoon een stekker in die tv gedaan of zo? Ja, nou, ik had zo'n stekker. Ik zat echt iemand te kijken. Ik zat aan die kant te kijken. Ja? Ik zat echt super lang te klooien met die tv. Want ik zat de hele tijd hier zo te kijken en te voelen. Toen had ik ook nog een foto gemaakt bij mijn selfie stand om het, of ik het dan kon zien. Ja? Maar toen keek ik aan de andere kant. Nou, en toen bleek... Oh, die HDMI-kabel. Ja, dus toen had ik deze eruit gehaald. Ja, die van televisiekanaal. En erin gedaan. Vet man. Dat heb je heel slim ontdekt. Trots op mijn grote zoon. Zo zijn ze hier hun eigen wereld aan het creëren. Hoe heet het spel? Animal Crossing. Nou, super. Zal ik voor jullie even een lekker rijstwafeltje maken met pasta? Ja, ik wil het wit en bruin. Oké, en nu al een kipfilet. Ja, ik ook witte pasta. Oké, ja, twee? Doe maar eentje, want straks gaan we ook nog met mama eten. En Lucilla en Luxie twee, hè? Dus dat zijn er dan in totaal? Vijf. Kijk vandaag weer gezellig met ons. Yay. Lekker op oude smoothie voor mij en Vara. Kopjes thermothee. Voor Lucilla. Voor Luxie. Voor Luan en voor Lucius. Volgens mij. Kijk eens, zijn ze ook al wakker. Oh. Maar dan even een power smoothie voor jou. Oh jee. Dan pak die eerst maar die gauw. Ja. En zo meteen. Voor jou een warme thee, maar die zet ik maar even. Goedemorgen. Lekker geslapen? Ja. De andere kids zijn al lekker aan het gamen. Ze hebben de Nintendo op de grote tv aangesloten. En ik liep net al even naar buiten om te vertellen hoe die mooie maan was. Gewoon wakker van de felheid. Heel mooi. Ja, was en ik dacht, wat schijnt er nou naar binnen toe? Wat voor lamp schijnt er naar binnen toe? Maar het was de maan. Echt een volle maan. En die schijnt zo hier naar binnen. Ja, even lekker ontbijten. Ja. En dan lekker relaxe zon. Hoe is het lekker wakker worden, jongen? Ja, bij slapen. Met een vet arbeidje. Lekker. Ja. Pap. Oh, die snottenbelletjes. Ja, jongen, dat is de tijd van het jaar. Snottenbellen zijn er. Huh? Keizerlusjes. Daar ben je naar vernoemd, jongen. De jonge keizerlusjes, ja. Wat een gladiator. Ja. Kijk eens wie er aan gaat waggelen. Dat is kleine keizerlusjes. Jullie broertje Lusjes. He? Maar hij speelde met een zwaard, net zoals de gladiator. Als een kleine keizer. Daar is hij naar vernoemd. Hè? De keizer van Rome. En Lucilla is vernoemd naar de keizer in Lucilla. Willen met papa mee zwemmen? Nee. Nou, zondagochtend. Zullen we zondagochtend ook nemen dan? Ja! Top. Ja, jij geeft ons aangereden. Dan nemen wij een zondagochtend ook. Ja. Kom op, meiden. Ik ga jou de. Kom, ga je mee? Ja. Nu ga je even ons aangereden voor het verjaardagsfeestje. Doe wij even een vroege zondagochtend ook. Om even goed wakker te worden. Ga je mee, Luxie? Ja, ik ga mijn arm kijken. Ja, dan. Badpak aan. En zwemmen maar. Trek jullie badpakken maar. Lekker waar.
Ik ga nou even wachten tot het dek helemaal open is, hè. Kijk al, Luxie, voel maar even de teentjes. Luxie, bij het trappetje eerst bestellen. Even wachten tot de klep helemaal open is. We zijn bijna open, kijk. Ja, heel lekker. Lekker warm? Ja. Ja, de papa lekker... Huh? Ik ben in het water. Ja, lekker water. Zo kun je heel lekker wakker worden. Op deze zondagochtend, hè. Ja, dat is fijn hoor. Eerst Home sweet. Papa, love jullie. Love you too. Zal ik ook inkomen? Mag ik? Ja, kom ook mag ik een setje? Ja, dat. Oh, een vlootje. Oké, ja. Wil je de surfplank? Tuurlijk, welke wil je? De surfplank. Op de surfplank? Ja. Als we balanceren op papa's oude surfplank. Die heb ik al sinds 1995 heel goed bewaard in de hoezen. Oh, dat is goed. Komt ie, hè? Nou. Hey, dan gaan jullie ochtendwatergymnastiek doen op papa's oude zon. Laat maar eens even zien. Laat maar eens even zien. Dames. Help zuster maar eens even op. Kijken of Luxie een beetje kan surfen. Kan staan. Staan. Ja. Zachtjes doen, hè. Nou, dames en heren, daar gaat Luxie Bellinga. Kijk eens aan de balans. Ja. Dat komt door het skiën en het snowboarden. Dan is surf ook een appeltje en eitjes, hè. Heel goed, hoor. Ze komt dan. Heel knap voor jullie. Ja, een rondje naar de papa toe. Blijf staan, Luxie. Kom naar de papa toe. Goed volhouden. Nou is Lucella. Doe maar. Doe maar een duwtje, Luxie. Zachtjes, hè. Kijk te gaan. Wat een balans. Ja, stuur dat met het snowboard. Goed zo. Goed zo. Ik vind dat jullie topbalans hebben, meiden. Papa is trots op zijn prinsessen. Kom op, uit elkaar. Het is dicht. Ja, maar slaap lekker, hoor, zwembad. Warm dekentje erop, want dan is het warm. En nou is het andere dekentje van de jacuzzi is af. Voel maar eens hoe koud. Oh. Is dat lekker warm? Willen jullie bubbelen? Draai dat kopje maar open. En dan doen we dit knopje open. En dan als Luxie zegt bubbels, gaat hij bubbelen. Oh, nou, papa love jullie. Ik kom ook bij hem. Zeven minna. Ja, zeven minna, Lucilla, Luxie. Zeven man, papa komt erbij. Kusje, zusje. Lucie, een beetje.
zusjes wilt ook hula hoepen, jongen. Hoe deden je zusjes dat nou? Hoe deden ze dat nou? Oh nee, dat is de telefoon. Mama gaat jou pakken! Mama gaat jou pakken! Oh, ga je woezel knuffelen. Woezel aaien, hè? Zit hij in jouw stoel? Ja. Oh, oh, oh. Mama gaat jou pakken! Mama gaat jou pakken! Mama gaat jou pakken! Puppeke. Oh, lekker muppeke. Och, kijk dan zo lekker krummelen hier op het kussen met je pluishaartjes. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Even stofzuigen? Weer even stofzuigen? Ja, nou, ho. Oh. Terwijl Daniel even lekker quality time had met de meisjes. En, volgens mij zat hij in de jacuzzi. Lekker met Lucie aan het spelen. Luan is aan het aankleden. En ja, vandaag is het weer eigenlijk een dag waarin we niks op de planning hebben. Ja, planning. Luan die gaat vanmiddag naar een feestje toe. Dus die brengt we straks even weg. Die heeft verjaardag. En voor de rest, volgens mij is het lekker weer, jongens. Dus kunnen we ook lekker buiten in de tuin spelen. Weet je wat misschien nog wel leuk is? Tenminste, zit ik me even hard op te denken. Als het droog blijft, ga ik denk ik even dat tiny house afschilderen. Want er waren nog wat balken die opa erbij had gemaakt, die niet geschilderd zijn. En dan hebben we helemaal het tiny house, helemaal spik en span klaar. Dat is misschien nog wel een leuke dingetje om straks te doen. Maar goed, ik ga eerst eventjes, nadat ik mijn lekker ontbijtje van Daniel op bed op heb, ook even wat hartigs eten. Ik had alleen een shake op, maar ik heb nog een beetje trek in de buik. En deze man die is hier gewoon lekker... Oh, aan het spelen wou ik zeggen, maar wat heb je gevonden? Dat is de iPhone van mama. Ja. Nou jongen, kom, ga je nog wat mee eten? Wil je nog een hapje eten? Of ga je weer met de hoepel spelen? Ja, zo doen de Cilla en Luxie dat ook, hè. En dan pakt hij zo vast en dan probeert hij te doen. En soms gaat hij ook zo draaien met zijn billen. Ja, dat doet hij nu natuurlijk niet. Maar dan probeert hij echt met die hoepel zo te hula hoepen, zeg maar. En dat is de poppenwagen. Zit er nog wat in de pop? Poppenwagen? Wow. Wij dronken van de melk, kerel. Ja. Wat is dat? Oh, dat is een varkentje op je vinger. Dat is het varkentje. Dat is het varkentje. Dat is het varkentje. Ja. Schatje. Nou, ik heb even een lekkere meloen gesneden. En deze jongen smelt er alweer van. Dat vind jij lekker, hè? Oh, die komen daaraan. Zijn dat de zusjes? Nee. Was het lekker? Ja. Ik heb het klein gezien in de jacuzzi. Ik had net een beeldje gestuurd met de telefoon. Ik moet me even laten zien. Oké. Want de zon kwam boven het huis. Oh, was het lekker, schatje. Je moet lekker wakker worden, hè? Nou, ik heb lekker een meloen gemaakt. Dus als je lekker gaat aankleden, kun je lekker meloen snoepen. Goed? Nou, Lucius die heeft hem alweer bijna op. Hey, jongen. Hé, hey, Luxie en Stella, kijk eens. De zonsopgang. De zon komt boven het huis. Zeg maar hallo, zon. Fijn dat je ons komt verwarmen. Dat is fijn zo, hè. Zondagochtend quality time met papa. In het bubbelbad. En de prachtige zonsopgang. En ondertussen is Luxie weer lekker. Met jou? Ga ze samen maken. Met jou? Samen met mama. Oh. Dan kan ze heel goed. En dat wordt lekker. Mama, net maar ga ik je dit beetje invijgen. Ja, dat is goed. Dan kan jij heel goed. Dan wordt er lekker onbij. Kijk dan jongen, dit is zo schattig. Hij komt zelf aanzetten met dat krukje. Heeft hij zelf gepakt. Omdat hij natuurlijk Luxie ziet op zijn stoeltje. Maar ja, dan is hij nog steeds niet groot genoeg. Nee, jongen. Luxie, wat te klein. Hij is nog steeds te klein. Ja. Zet hem maar weer terug. Nee. Hij denkt echt zo van, ja. En ik kijk er ook bij. Kijk even. Nee, hij wil meehelpen. Ja. Kom hier. Nee, jongen. Je bent toch veel te klein. Nee, jij mag er gewoon op zitten. Op het aanrecht. Daar is Luxie dan veel te groot voor. Kijk. En dan kan je altijd op het toepen. Kijk. Zo erbij zitten. Mama, nu zit het vierkant. Nou is het een vierkant. Ja, Luxie heeft de vormen op school. Heeft ze geleerd, hè? Vierkant en...
cirkel. Een cirkel. Ja. De jet weet ik niet meer. Nee. Ja, ga maar weer op de billen zitten. Ga maar op de billen zitten, Lusjes. Op de billen. Ja, nee, dan gaan we eraf. Kom. Ga niet staan. Oh, boem. Zo. Nou, Luxie pakt er nog wel lekkere druifjes bij. Een druiventros. Een lekkere meloen hebben we erbij. Nou jongens, eet smakelijk. Luxie heeft ze dit keer gemaakt, Luxie. Ja, met mama. Samen met mama. Ja. Ja. Wie weet wat dit is? Een ballon. Ja. Ja, dat klopt. Maar het is ook een? Een PlayStation controller. Een controller, hè, van een game. Luan heeft zo dus een feestje. Ik dacht, het is misschien wel leuk om deze ballon ook mee te nemen. Want hij is ook van de game. Ja. Game altijd. En we hebben allemaal van die armbandjes. En van elk armbandje zijn er twee van die kleuren. En dan ga je ook een armbandje uitkiezen. En dan draag ik de andere kleur armbandje. En dan hebben ze een vriendschapsarmbandje. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Dus dat hebben we ook nog. Ja, kijk, een opgeblazen. De twee cadeautjes. Supercool. En een superleuke. Eén keer. En die is wel heel grappig. Nou, dus Leonie gaat zo lekker naar een feestje. Dus die zien we morgen weer. Ja. Ja? Is het zo leuk dat we dit zo doen? De opdoen? Is dat niet leuk? Nee, ik denk dat ik beter gewoon zo. Moet ik ook even een klein tasje pakken? Pak maar een tas. Nou jongens, terwijl Luxie... Nee, niet Luxie. Lucius lekker slaat. Ja, en Luan? Luan is naar een feestje. Daniel die is even op visite bij de buurman. Heb ik lekker quality time met mijn meiden? Ja, mijn meiden. En wij gaan mama make-uppen. Ze gaan mama make-uppen. Ik had vanochtend niet heel veel opgedaan. Dus ik dacht, hey, we moeten nog wat opdoen. Willen jullie dat graag doen? Dat vond ik hartstikke leuk. Dat is, noem je concealer. En dat is een beetje om de wallen weg te werken. Mama. Die kant. Ja, van jou, ja. Moet je even zo. Zijn de ballen al binnen? Ja, maar je ziet dat hij er nog. Mama, ga ik dat dit doen? Ja, dat is goed. Zo. Op haar kin en op haar neus. Ja, goed zo. En nu mag je het andere kant met spontjes zo deppen. Wat van deze? Poedertje, ja. Moet jij het doen? Maar ik wil dan deze. Ja, jij doet het wel. Ik wil het hele gezicht. Wat een teamwerkje, hey. Jullie kunnen wel samen een fysiotherapeut beginnen. Ja, maar niet zo veel. Kijk. Zo, stoppel, hè. Oké. Ik wil handpoeder. Die knijpen, anders gaat het in de rimpels, hè. Ja. Nu de wangen. Ja, nu mag Luxie doen, hè. Luxie, doe maar de wangen. Oh, ik moet ervan niezen van die poeder. Ja. Alleen hij komt niet. Kijk, kan niet open kijken. Zo. Ja. En weer de andere kant. Ja. Ja. Oké, heel goed. Heel nu, goed, jongens. Nou, gaat super. Mama, en nu? Mama, wenkbrauwen. Mama, wenkbrauwen. Wenkbrauwen, die bij mezelf altijd zo goed gaan. En weet je wat altijd de truc is? Nou? Om ze gelijk te krijgen. Oeh, dat is heel lastig. En nou ben je deze aan het doen. En je moet zo meteen proberen die andere ook exact hetzelfde te doen. Je ziet echt verschil, hoor. Ja, nou. Nou, dames en heren. Ik vind dit wel een klein talentje. Talent? Een talentje. Ja. Nou, nou kijken of ze het gelijk kan. Ja. Dat is moeilijk. Zo. Ja? Ja. Nou. Nou, ik vind het niet verkeerd hoor. Nee. Ik vind het niet verkeerd. Maar nu dit. En wat nu? Nu mag ik zien dat de oogschaduw gaan doen. Ja. Mag jij mooi uitzoeken? Ja, zoek maar uit. Wauw. Wauw. Luxie, is hij goed? Ja. Nee? Niet andere oog? Ik kan dit oog makkelijker dicht houden dan dit oog. Hebben jullie dat ook? Ik Dat je het ene oog... Of kunnen jullie die ogen niet dicht houden? Ja, jij kan dat wel. Ja. En de andere oog? Die andere oog is dicht? Nee, die kan niet, hè? Die kan niet. Ik kan ze allebei. Die en die, ja. Is die goed? Ja. Ja, zit het er goed op? Kijk. Nee. Nou, jongens. Ja, maar weet je wat mama ook altijd doet? Nou.
Dan ze dan een beetje op het ooglid hierop gedaan. Zo, dan moet ik even goed uitwrijven. Zo, dat allebei even veel is. Maar dan hebben we boven het oog ook nog een heel stukje. Dat kunnen we ook nog inkleuren. Ja. En dat doet mama altijd met een lichter kleurtje. Dus met die? Ja, moet je even de andere kant van het kwastje pakken. Die? Ja, en dan doe je een lichtere. Zoek die maar uit. Die? Ja, okay. En die kun je dan naar boven doen. Hier. Ja. Ja. En een beetje hier. Die? Kijk, dan heb je daarboven ook een beetje poeder gedaan. Ja, nou, top. En ondertussen is het liefdesje zwakker. Oké, mama, moet ik even voor mij de clubpie. Moet ik ze borstelen? Oh ja, dat is voor de wenkbrauwen. Dat is een borsteltje voor de wenkbrauwen. Ja. Kun je ze een beetje naar boven doen. En kijk, dit is een soort plak, zeg maar eigenlijk. Plak. Een gel. En die kun je dan op je wenkbrauw doen. En dan borstel je het naar boven. En dan blijft die wenkbrauw een beetje, die haartjes een beetje rechtop naar boven staan. Kijk, er zit een balletje op. Moet je maar eens openmaken. Ja, zie je dat? Een balletje. Kijken. En dan rol je die een klein beetje over mijn wenkbrauw. Ja, één keertje goed. En dan pak je dat dingetje en dan borstel je die haartjes van de wenkbrauw. Dit is gewoon make-up les, jongens, dit. Maar je kunt ook naar boven wrijven. Ja, zie? Nou, dit ding zit los. Ja, maar ik heb ook een andere. Helemaal, ja, die kan ook. Oké, een andere. Maar deze is een beetje zapot. Ja, dat wil wel eens. Deze is een beetje zapot. Ja. Prima. Zie je dat het effect heeft of zie je het niet? Ja. Ja? Ja. Ja. Nou, toppie. En nu? En nu? Mascara? En nu gaan we naar de mascara. Oeh. Dat is altijd een beetje het euvel, hè? Mascara. Ja, mascara. Mag ik dan een beetje? Mag jij zo mijn lippenstift doen? Oké, dan moet mama een beetje zo kijken. Dus dan een beetje naar boven en dan wel naar beneden. Dan kun jij zo borstelend naar boven doen. Ja. Ja? Oh, dat is echt heel eng. Als iemand anders je wenkbrauwen of je wimpers doet. En nu zie je dat. Ja, ik vind het heel eng. Ja. Vind jij het? Ja, wacht even. Dat is heel eng als iemand anders met dat borsteltje naar je oog gaat. Ja, oké. Het gaat nog goed, het gaat nog goed. Ik ben niet eens worst. Oh, ja. Ja, ik kijk de uitkant. Ja, er zit wel wat op, jongens. En nu, dat gaan we doen. Lippenstift. Ja. Doe maar. Is het toch allemaal, jongen? Beetje uit de lijntjes, maar het is... ik vind hem heel goed gelukt, Luxie. En mama? Kijk jongens. Mama, ik wil nog iets met jouw haar doen. Een staartje doen, zo. Of zou ik eerst twee staartjes maken? Ja, dat is leuker. Dat leuk hoor. Babyhaar. Ja. Kleine haartjes zijn dat. Zo. Au! Doe ik ook zo hard bij jullie? Ja. Nee, ik doe helemaal niet zo hard bij jullie. Maar kijk, ik maak hier twee sterkjes en dit is dan los. Oh ja. Ja. Zie je je kindertijd weer? Ja, ik zie mezelf in mijn kindertijd weer. Hoe kom je daarbij? Weet ik niet. Oh jongens. Fantastisch. Ik lijk wel een beetje op de Spice Girls van vroeger, jongens. Spice Girls. Spice Girls, ja, dat zeggen jullie nu niet zoveel meer, maar... Dit is echt heel leuk. Dat moet je bij mij maken. Mama, mag ik kijken? Mooi? Ja, je lijkt op een Barbie. Ah, nou, dank je. Toch, ik neem aan dat het een compliment is voor hun. En mama, moet er nog deze doen? Ook nog die eyeliner? Ja. Oh, die staartjes. Die staartjes zijn echt super. Oké, heel voorzichtig, hè? Je ziet helemaal niks.
Nee, maar dat is ook het wissertje. Oh. Die andere kant. Ja, dat is hem. Ja. Oké, zie je wat? Ja, mooi. De roze lijntjes. Nou, is het nou helemaal klaar? Ja, maar nu moet je wel. Hoe moet ik nou jouw make-uppen? Ik ga mijzelf make-uppen. Oh, jij gaat jezelf make-uppen. Ik heb dit. En nou, doen we, wat gaan we nog meer doen? Die wenkbrauwen? Oh. Ze heeft een lekkere, dikke, rode appel aan. Als we wenkbrauwen maken, Luxie, dan kijk je meteen een stuk ouder. Dat is echt zo. Ja. Kijk. Ik vind het als je mascara doet. Ja, dat ook. Dat ook. Okay. Nu heeft Luxie zeg maar geen wenkbrauwen. Ja, ze heeft wel wenkbrauwen, maar niet getekend. Nu gaan we het mooi maken. Een wenkbrauwtje. Niet tot. Ja, niet tot een beetje. Kan ik iets naar boven? Niet te donker. De licht variant. Mama had de donkere variant. Maar hier heb je de lichte variant. Oeh. Mooi. Ja. Val je nou in slaap? Onder het make-up, hè? Oh. Oké, naar mijn wangen deden we. Kijk, en nu heeft Luxie hele lichte wenkbrauwtjes. Zie je dat? Kijk dan meteen weer anders, hè? Oh. Het zie? Ja. Ja. En mam? Ja. Neem. Nu? Dat is oogschaduw. Welke maar is het goed? Deze. Ja. Maar dan je beest boven, dan wil ik deze. Oké. Okay. Een beetje hetzelfde als wat mama. Ja. Oké. Okay. Nou, ga zo. Maar ik doe deze. Ja. Nou. Ogen dicht. Ja. Kan ik zo ook echt over straat lopen? Zo mooi. In de tuin mag je over straat lopen. Oh. Oh, dit is echt lastig te gooien. Ja. Is het hier betreft? Ja, dat is lippenstift. Ja. Ik ga van dit. Oh, niet klappen. Ik ga van dit. Nee. Mooi. Oké, okay, nou wordt die licht nog, hè? Wacht. Mama, mag ik dit ook doen of niet? Ja hoor. Mooi? Ja. Oké, okay, naar de bovenkant. Ook hier weer dicht. Naar boven. Oh. Oh. Wat een tutmiddag hebben wij hier. Maar goed dat die mannen niet thuis zijn, hè? Nee. Buiten Lusje Zon dan, maar die vermaakt zich wel met een borsteltje. En mama, is jij zo mooi? Ja, goed gedaan. Goed gedaan. Oeh, dat is echt koud. Ja, dat is een soort plak, een soort gel, maar dan voor je... Wat is het? Ga je zelf je lippenstift doen? Nou, Lucilla heeft dus gel boven in haar wenkbrauw gedaan. En nu gaan we jouw lippenstift in. Doen we dit zelf doen of mama dat doen? Ik. Wil je dit zelf doen? Ja? Moet je wel even een spiegel hebben? Ja. Ja. Goed gedaan. Spiegel. Oh, die weer dicht. Mooi. Precies in het lijntje, hè? In de lijnen van moet je lippen. Moet ik nu mascara doen? Ja, als laatste kun je mascara doen. Oh. Ja. Maar hij moet eerst nog mijn oogschaduw. Dan moet je eerst nog even de oogschaduw doen. Ja. Okay. Mooi, Luxie. Heel mooi. Deze weer. Maar Luxie hoeft geen mascara, hè? Nee. Daar is een. Luxie is mooi zo. Heel mooi, liefie. Prachtig. Als we papa opkijken en Luan, als we straks thuis komen. Ja. Ik vind goud echt heel mooi. Is dit goud of niet? Ja, dat is kijk, wel een beetje goud. Dan om mijn mooi. Ja, wat mooier. Ja, heel mooi. Ja, toppie. Oh. Mooi, Sil. Ja, daarbovenin. Heel mooi. Oh, Luxie, dat gaat goed. Oh, zelfs met een bochtje. Wow. Oh, dan komt ze daar weer uit, denk ik. Ja, dan kan je als laatste kan je mascara doen. Ja, maar ik moet er nog een. Komt ze hier weer uit, denk ik. Ja, daar komt ze weer aan.
Leuk, Luxie. Je kan het heel goed al. Ik ben ook goed geoefend. Ja, en snel. Oké, heel secuur. Dit is de mascara zelf. Het is altijd makkelijk om het bij jezelf te doen, hè? Heel makkelijk. Maar mag ik een tafel zo maken? Is het mooi? Ja, zo. Of knoontjes? Iets erboven nog. Een beetje. Ja. Luxie is aan het poetsen. Ja, Lusjes die staat erbij, die kijkt ernaar. Die denkt, ja. Oké, zo? Ja. Zo kan je de onderkant doen. Ja. Mama, help even. Ja, dat is lastig, hè? Zal ik je even helpen? Mama, dit mag Lusjes doen. En hij gaat automatisch je mond open. Ja, dat gaat automatisch, ja. Kun je beter je borsteltje in de andere hand pakken. Maar ik vind het zo makkelijk. En dan ga je met het stokje over je neus en dan krijg je een zwart stipje op je neus. En zo. Kan ik ook zo doen? Dat kan ook. Nou, top. Nee, ik heb nog niet mijn lippen gedaan. Oh. Maar doe maar je rommel maken. Nee, ze maakt geen rommel meer. Ze doet alleen maar de lipjes. Hè? Dan gaan we de Bello lipstift. Dan gaan we lekker naar buiten. Vind je dat een goed idee? Ja, maar dan... Ja, doen we lekker de laarzen aan. Laarzen? Ja, de laarzen, want we gaan lekker naar buiten. Is het goed? Het is een beetje drassig in het gras, denk ik. Wauw, heel mooi. Helemaal zelf opgemaakt. Toppie. Nou, mooi voor de zondag. Mijn hele tijd in de spiegel. Alleen maar naar jezelf kijken. Anders is dat dan, hè? Als je zelf make-up op. Helemaal anders. Ja, heel anders. Ja, dat doen we niet. Het gaat snel genoeg. Dat gaat al snel genoeg. En jij gaat terug in je kindertijd. En ik ga terug in mijn kindertijd met mijn staart. Mama, ik ben nog één ding vergeten. Wat dan? Zo lekker tutten met de meisjes. Ja, goed zo. Oeh, ja. Heel mooi. Mooi gedaan, Sil. Je wilt hier skileren. Rolschaatsen. Goed zo, liefie. Duimtang. Dat gaat super, super hard. Deze armen van mij glitten. Echt waar? Goed zo. Goed, ik kom de Sil aan. Wauw. Heel knap, Luxie. En nu weer terug. En wat een verschil met vorige week. Toen moest je dit nog leren. Nou heeft ze het om de... Kijk dan toch. Wauw. Les van Lucilla. Ik heb wel nog... Ik heb ook geen pijn. Nee, ze heeft geen pijn. Goed zo, Luxie. Nou. Wacht dan. Boom. Wat heb je? Oh, dat was de broeddoos. Ja. Kom hier. Die is van mama. Nee, Lusjes. Lusjes. Nee, oh, 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 nee, nee. Oh, no, oh, no, oh, no, 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 no. Mag ik kijken? Ja. Gaan we nou eerst even stofzuigen? Je kan niet zomaar aan de poederdoos zitten van mama. Kijk, daar is mijn kleine helper weer, hè. Met zijn eigen stofzuiger. Goed zo, jongen. Mama even helpen, hè. Nou, we hebben de bolderkar gevuld met lekkere... Nee. Als ik mezelf een schermpje zie, moet ik echt lachen. Ik hoop dat jullie ook moeten lachen vandaag, van mijn koep vandaag. Dan heb ik het in ieder geval ergens voor gedaan. Kijk dan. Ja, het filter zit in de buitenkant. Het is echt zo lekker herfstweer, jongens. Laatst had ik jullie toch gezegd dat ik er nog helemaal niet klaar voor was. Die donkere dagen, dat weer en het omslag, dat ik de zomer miste. Nou, ik heb vanaf nu echt het gevoel dat we er wel helemaal klaar voor zijn. Helemaal, nu we ook weer gisteren naar de Sinterklaasfilm geweest zijn, hè? Het is heerlijk. En dan stil, geen wind. Ja. Ja, heel erg veel eikels hier. Echt, jongens. Als er ergens heel veel eikels zijn, zijn er bij ons. Van de boom, hè, jongens. Eikeltjes van de boom. Maar in ieder geval, we hebben echt lekker herfstweer vandaag. Dus we gaan lekker in de tuin picknicken bij ons tiny house. Dat was het idee. En Luxie is al begonnen met het picknicken. Ze heeft de schaal met fruit al bijna op. Huh? Ja, oh, bijna dan. Bijna. Kun je misschien nog een appeltje van de boom plukken? Even de konijntjes lekker aaien, want die zit ook weer lekker buiten. Huh? Lucie zit in de bolderkar. Hé, hey, jongen, die zit alvast alle stengeltjes op te snoepen. Nou, gaan we hierheen. Kunnen we lekker even buiten spelen. Hallo, Ricky. Ricky zit weer op zijn favoriete plekje. Boven op het huisje, als jullie hem daar zien. De andere konijnen. Nee, hij zit echt als een bolletje, hè? Hallo, Ricky. En heb je nu even het... Hé, zit je daar lekker? Zit je daar lekker? Ik kan net niet bij je. Kan je net niet aaien. Ik helemaal niet. Hé, hallo allemaal.
Hallo. Een gezellige boel hier. Willen we nog een appeltje mee? Kijk, dan is weer stengel aan het eten. Dat is lekker, hè, liefie? Ja. Gaan we even kijken of er nog appeltjes hangen aan de boom? Er zijn er heel veel, jongens. We hebben nog steeds heel veel appeltjes in de boom. Mijn droomappel. Ja, droomappel. Die hangt zo hoog. Daar. Daar. Moeten we een hele grote ladder hebben. En die heeft mama hier niet bij de hand. Maar ik heb hier wel een heel klein lusjesappeltje. Kijk eens, jongen. Dit is jouw formaatappel. Die vindt hij ook altijd lekker. Ja? Kijk, hier hebben we nog een appeltje. Hé, hey, papa. Wij zijn weer thuis. Ja. En nog één. Kunnen we ook weer verzamelen. Wij gaan picknicken bij Tiny House. Ga je mee picknicken? Goed zo, Luxie. Kijk dan. Sterk. Sterk. Kom maar, moesepipje. Kom maar. Ik had nu al weggebracht. Ik ben even op de koffie geweest bij de achterbuur van de buurvrouw. Ja, gezellig. Och, wat zie je er leuk uit, mama. Wat zie je er? Ik zou het bijna vergeten, maar... Oeps, zijn we dat again? Ja, zoiets. Wat leuk zeg. Ja, Luxie ook. En Lucilla ook. Gedaan. Ze hebben mooie make-upjes opgedaan. Gezellig, jongens. Wat is dat dan? De hele lunchcar. Dus... Ja, we hebben de lunchcar meegenomen. Gaan we lunchen bij de tuin? We gaan even lunchen. Wat een weertje. Lekker, hè, jongen. Okay. Zie je hem zitten dan ook, meneertje. Gereden Luxie. Kijk, en dit wilde ik nog even verven. Ik dacht, dat is misschien vandaag wel een lekker dagje voor. Zie je dat? Want dit hebben we dus een keer geverfd. En die moeten we nog doen. En die pot die staat hierin. Zo even alles open doen. Raampjes open. Raampjes weer open. Mijn papa. Nou, zijn we weer thuis hier bij Tiny House. Ja, dan moet ik een lange schoen. Ja, die. De garage verpakken. Moet ik wel... Maar dat knopje is er even. Knopje eraf. Oh, moet papa nog wel. Dat kan papa wel. Waar is dat knopje dan? Dat heb ik meegenomen om te meten. Ja. Dat ik er niet een te lang schroefje pak. Ah. Ja, want ik had hem op de verfpot neergelegd. Hier hebben we de verfpot. Deze verfpot. Die kunnen we gebruiken voor te verven. Deze? Was die gevallen? Ik zie het zo. Oh, hey, hij is verkeerd om. Droog, ja. Ja, hij is alles nog droog. Opa, ja. Alleen ja, alle eer aan opa. Papa, ik wil ook nog een spelletje. Ja, dat kan ook. Gaan jullie lekker spelletje spelen? Ga ik even de beschuitjes smeren. En deze pot die ga ik zo gebruiken. Nou, even de tafeltje er neergezet. Daar even alles op uitgestald. Liesjes. En de meisjes die zijn hier al aan het kwartetten. Ik denk deze. Ik ben Max Vera vandaag. Hallo jongen. Leeuw. Ik heb die. Oké, ik heb hem niet. En nu ben jij. Mag ik een kikker? Goed zo. Oké, nu ben ik weer. Mag ik mijn afstuifdieren de looppaard? Wacht even hoor, ik bedoel, even omdraaien. Hé hey, jongen, heel lekker aan het spelen. Die heb jij niet. Hm? Jullie staan op de schommel. Vandaar dat jullie een beetje bewegen. Kan jullie zelfs heen en weer duwen. Maar ik ga even de beschuitjes smeren. Looppaard. Terwijl de meisjes lekker aan het spelen zijn. Kijk. Lusjes, die is daar. Ja. Die is de pin. Oeh, is een vogelspin. Een hele enge spin. Dit is een bedoeld pret. Kwartet. Luxie heeft kwartet. Lust jullie allemaal beschuitjes? Ja. Ja? Ja. Jo, de billen. Jo, de billen. Rode billen, ja. De baviaan. Ze doen dierenkwartet. Ze hebben allemaal dieren. Vandaar. Luxie. Zien jullie beschuitjes? Dank je! Alsjeblieft! Oké, dank je bar! Ja, dit is de bar, ja! Het barretje. Ja, kunnen we daar ook nog bestellen? Deze moeten we in de pin. Eet maar aan de kant, Luxie. Dan gaan we koeken! Nou jongens! Is smakelijk! Ja! Ik wil ook nog een. Meisje? Sorry, mijn meus. Zo, nou, zo. Wat romantisch zo. Leuk hoor, weet je op je lijn? Nou, doe ik een pijl. Ik wil een Pippi Langkou. Doe ik mijn pukpet op, ben jij pijl? Nee, jij bent puk, ik ben pijl. Ja, ik ga zo voor jou. Eén. Romantisch. Twee. Ja. Drie. En de kinderen zijn hier aan het spelen. Drie. Kijk. Ja, normaal. Duizen. Gezellig jongens. Hier. Lucie is klaar op de wc, jongen. Even doorspoelen, hè? Ja. Ik heb je lucht. Hoe spoelt hij door, dan? Ik ga dit kijken! Knopje. Ja, druk op het knopje.
hapje. Mooi hoor. Gaan jullie even zitten? Ik zeg, gaan jullie even lekker broodje in? Oh, eet smakelijk. Gezellig hoor. Bon appetit. Het is genieten toch zo, hè? Kinderen kunnen gewoon hier op zichzelf. Ja. Op jezelf. Luxie is zandijsjes aan het maken. In de zandbak. Wat dan? Ik ga nu school toe. Oh. Nep school toe. En dan heb ik jonger, maar dan ga ik snoep mee. Ah, we zijn snoep voor op school. Ja. Zandsnoepjes. Ja. Oeh, lekker Luxie. Zit ze zo niet schommel. Zit je lekker, jongen? Zit je lekker? Ja, rustig een appeltje te eten. Geen probleem. Ja, lekker appeltje. Nou jongens, ik ga weer met het eerste verfstukje beginnen. We hebben hier weer de verf. En kijk, dan gaan we beginnen met dit bovenste stukje. Kijk. Hij gaat helemaal verven in die kleur. Een beker, een hark, een schep en zit zand. Aha. Nou, op naar het strand. Op naar het strand. Wacht, dit is even de deksel. Hij hoort papa. En op een of andere manier trekt dit iets heel erg in hem. Dat hij dan naar die tractor wil. Dus hij is helemaal hierheen gelopen. Ja, een stukje papa, hè. Jij hoort het tractortje weer. Het loopt niet zo makkelijk, hè, die eikeltjes. Die eikeltjes lopen niet zo makkelijk. Goed zo, liefie. Ja, gaan we even op zoek naar papa. Dat is lekker, hè, Pip? In het herfstzonnetje. En tadaa! Ik heb het huisje helemaal geschilderd. Die twee balken waren alleen verschillende balken, dus die is donkerder dan die ander. Maar voor de rest heb ik dat helemaal geschilderd en die kozijnen. En ook hier de zijkant. Dat helemaal weer geschilderd. En dat stuk er helemaal omheen. Nu is het huisje helemaal klaar. Leuk, jongens. Alleen binnen moet ik nog even wat plintjes. Maar aangezien die twee kleine muppetjes binnen aan het spelen zijn. Kijk, die balletjes moet ik nog even schilderen. Maar dat doe ik even een andere keer als ze niet thuis zijn. Anders ben ik bang dat ze er tegenaan komen. Okay, dus dit was het voorresultaat. En dit is het naresultaat. Wat gaat Luxie doen? Oh, ga je eraan sporten? Oh, sterk. Sterk van jou hoor. Ga je een mooie tekening maken? Ja. Dan hebben we een heerlijk herfstdagje gehad eigenlijk in de tuin. Ja, en binnen natuurlijk met mijn mooie look. Van Lucilla en Luxie. Ik vergeet haast dat ik dit in heb, jongens. Het is dat ik weer in dat scherpje kijk, dat ik het weer zie. Maar goed, niemand ziet mij hier toch? Nou ja, jullie allemaal, maar ja. Dat maakt niet zoveel meer uit. Dat is lekker, Rick. Dat is lekker, Rikkie. Doe je het ook bij mij? Ja, lekker bij jou even eten. Vind je het lekker, hè? Yummy. Ja. Mag je dit ook koordelen? Ja. Oh, dat maakt niet uit. Het is een beetje een misvormde appel. Ja. Daar proef je niks van. Maar Rikkie? Dat vindt Rikkie wel lekker. Ja, vindt Rikkie lekker. Nou, hoe zit het hier, Lucilla? Heel goed. Ja? Vinden ze het lekker, de blaadjes? We hebben even takjes geplukt. Nee. Hier hebben we een plekje. De Kiki. Oh, die Kiki gaat er vandoor met de hele tak. Kiki. Dan Cookie heeft hier een lekker blaadje. Nee? Dan gaan we hier neer. Gaan ze samen een blaadje delen. Dat kan ook. Zou ik een appeltje voor jullie plukken? Kijk dan, Kiki. Kiki pak gewoon een blaadje af. Goed, kijk dan naar met die appel. Ik ga lekker eten. Moet ik nog een appel plukken? Nee, ze mogen niet te veel appeltjes, hè? Hoezo niet? Nee, zit je daar bovenop? Oh. Mam, welk konijntje vind je het allermooist? Ik vind ze allemaal even mooi. Ze zijn allemaal heel verschillend. Och, wie zit hier nou weer aan mijn trui? Maar ze zijn toch een zesling. Ja, nou ja.
Ja, alle konijntjes waren een zesling. Ja, ze zaten allemaal tegelijkertijd in de buik. Ik heb een paar paardjes voor jullie. Nu is het een drieling. Ik heb een paar paardjes voor jullie. Dan kan ik nog Pippi springen. Ja, Peppy is de baas, zie je dat? Peppy is de baas. Jij mag niet eten. Maar ja, daar kun je niks aan doen. Ze hebben een rangorde in de groep. Hé, hey, wie is daar weer thuis? Hé, ik. Hoe was het jongen op het feestje? Ja, het was heel leuk. Was het gezellig? Heel lang. Mooi. Ja, man. Zeker. Mooi. Hij is 9 geworden. 9 geworden, top man. Hé, hey, broertje zit daar. Ik ga lekker een macaroni koken, hè? Kijk eens. Lekker. Hé, vind je jongen, en de bolleker. Broer, heb jij gemist? Nou, ga maar lekker spelen met broer. Ik ga lekker een macaroni fabriceren. Goed? Nou, en dan wordt er wat. Kijk, lekker de runder gehakt met verse tomaten. Lekker de pennen. Ik heb vandaag van die wokkel. Ik heb vandaag wokkelpennen, Lucilla. En een lekkere bakkeit. Dat wordt smullen. Papa, de macaroni is weer klaar. Ja. En dan gaan we lekker eten. Nou jongens, vonden jullie het weer een leuke vlog? Ga je niet abonneren? Ik heb een belletje. We zien morgen weer een nieuwe vlog. Bye. Tot morgen. Doeg. Samen maken we van elke dag een feest. Samen is alles beter. Zet het huis op stelten. Blijf de dag, want de tijd vliegt snel voorbij.